de nachtzoen. Hij is een fervent voorstander van het afschaffen van de dood bij wet, deze politicus en retoricus uit Vlaanderen. Als kind was hij heldervoelend. Daarna is hij steeds oppervlakkiger geworden, zegt hij. Maar is het zo? Deze nachtzoen is van Rick Torfs. Rick Torfs, jij bent echt, wat mij betreft, een vader des vaderlands die ons goed kan instoppen. Vind je dat zelf ook? Maar niet meteen. Ik denk altijd, de dingen die ik vertel of bedenk, raak mezelf wel. Maar om iemand anders te raken, moet je toch heel alert leven met veel aandacht voor die andere mensen. En dat lukt me niet altijd even goed. Nee? In privé niet, bedoel je? Of? Oh, in het algemeen. Je bent zo bezig met jezelf geweldig te vinden of allerlei drukke dingen te doen, dat soms aandacht voor andere mensen erbij inschiet. Dat vind ik wel. Dat je zo, ja, jezelf als het centrum van de wereld ziet, terwijl enig onderzoek op dat terrein onmiddellijk het tegendeel zou blootleggen. Nou, ik kan me best voorstellen dat het in jouw geval moeilijk is om jezelf niet als centrum van de wereld te zien, want je bent hoogleraar, je bent televisiepresentator, je bent politicus. Bezin je je nu hoe nu verder? Een beetje wel. Ik zie mezelf ook vooral als een toekomstige overledene. Dat is een lot dat iedereen wacht. En dat helpt mij ook om alles te relativeren op dit moment. Want goeie, die kende ik nog niet. Maar is dat inspirerend of deemoedigmakend? Ja, ik vind dat wel een goede zaak. Want de dood gunt ons de vergetelheid, tenzij we werkelijk akelig slecht hebben geleefd. Hitler en Stalin, hen is dat niet gegund. Maar ik hoop mijn slechtheid net iets beter onder controle te houden. Want Hitler en Stalin, die hebben last van iets in de dood? Ja, dat weet ik niet, maar ze hebben niet het recht op vergetelheid. Het verwondert mij altijd dat mensen in geschiedenisboeken willen komen, terwijl je juist, overigens worden die boeken niet meer gelezen, maar dat is wat anders, maar je vindt daar alleen de meest gruwelijke, afschuwelijke figuren in. Ja. En toch wil iedereen daarin komen, in plaats van gewoon te kiezen voor de zachte mantel der vergetelheid. Maar alle talenten die jij hebt, wat staat jou nog te doen, denk je? Wat heb je nog niet gedaan, bijvoorbeeld? Ja, dus ik heb nog altijd de vreemde droom een roman te schrijven, maar eigenlijk ben ik misschien nooit echt aandachtig genoeg geweest voor het leven. Soms denk ik dat ik een paar lucide jaren heb gehad in mijn kindertijd, toen de katten een voornaam hadden en de goudvissen mijn bijzondere aandacht genoten. En daarna ben ik al maar oppervlakkiger geworden. Een spijtige vaststelling die ik helaas ootmoedig onder ogen moet durven zien. Heb je ergens spijt van? Ik heb misschien spijt van het feit dat ik niet goed heb geleerd ergens spijt van te hebben. Dat is iets, zo zit ik niet in elkaar. Ik kies meer voor de vlucht vooruit, terwijl wat rammoedig omkijken van mij een schoner mens zou kunnen maken. Maar is dit nou coquetterie of meen je het? Ik meen het, maar tegelijk is het natuurlijk ook wel iets waarvan ik weet dat ik het niet meteen kan verhelpen. En dat heb ik dan ook weer. Als je er echt niks kunt aan doen, kan je er misschien over nadenken, maar misschien niet altijd veel meer. Je moet je ook niet in een soort vroeging uitputten die je alleen maar ongelukkig maakt en die je tegelijk niet tot actie voert. En als het over de nacht gaat, is de nacht voor jou altijd, wat betreft die vlucht, ook gewoon een functionele plek om uitrusten geweest? Of is het ook een catharsis of een plek om te bezinnen? Wat mij opvalt is dat ik zelf heel makkelijk in slaap val gewoon. Ik heb zo bij de nacht vaak een gevoel van, ja, dit is de dag geweest. En terwijl ik dat woord geweest in mijzelf hoor nazinderen, zink ik al vaak in een diepe slaap. Dat is heel raar. Ik lig zelden wakker. En vind jij dat als toekomstige overledene dat de nacht op de dood lijkt? Dat zal wel, want je weet ook niet veel meer. En misschien droom je ook wel als je dood bent. Zie je er tegenop? Ja, want ik vind de dag mooier. Als de ochtend weer komt, alles weer begint, de schone lei, zoals dat dan heet, dat is toch nog wat anders. Nee, de dood vind ik niet leuk. Ik ben daar een fervent tegenstander van. En als het aan mij ligt, wordt ze bij wet afgeschaft.